Zo, Bilal, wat dacht je? Er komen een aantal legendes naar Rotterdam, dus ik zal mezelf ook even laten zien. Ja, nee, het is altijd mooi om voor later natuurlijk zo'n goal om met zulke grote spelers terug te kijken. Maar voor de rest is het gewoon, gewoon lekker, meer niet. Hoe was het om met spelers als Gerrard op het veld te staan? Ja, nu toen de wedstrijd bezig was, was het eigenlijk gewoon voetballen. En voor nu als ik hier sta, is het wel eigenlijk van, toen ik klein was, keek ik dan naar wedstrijden, filmpjes op YouTube natuurlijk. Afstandsschoten. En er zaten nog spelers van Liverpool. Toen Dirk daar speelde, keek ik ook nog wel eens. Dus dat is wel, wel grappig. Ja, grappig is het niet, maar eigenlijk wel even goed laten beseffen. En dan denk ik wel van, ja, het is wel vet. Het was natuurlijk de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt, maar was het ook de laatste wedstrijd van Bilal in de Kuip? Die had ik al verwacht. Ja, ja, wie weet. Ik heb net ook aangegeven, ik moet gewoon meer spelen. En ik moet meer spelen om fit te worden. Ik speelde, wat is het, om de 6 wedstrijden misschien 20 minuten. Dan ben je niet fit. Oh, die 10 minuten kan je niet, jezelf niet het uiterste laten zien. Dat kan, ja, kan wel, misschien als je echt een goede dag hebt, maar je lichaam is gewoon niet topfit. Je lichaam moet als voetballer 10 wedstrijden achter elkaar spelen, dat je echt topfit bent. En dat is het op dit moment gewoon niet. En ik wil gewoon spelen en waar dat zal zijn, dat zullen we zien. Ja, waar dat zal zijn, zou dat eventueel in Nederland kunnen zijn of ambieer jij ook het buitenland? Ja, het liefst buitenland, maar ja, je weet nooit wat er gebeurt, dus ik sluit niks uit. Las dingen over Besiktas, hebben jullie al gesproken? Doe ik liever geen uitspraak over. Ja, tot slot, Dirk Kuyt, als je hem zou omschrijven als persoon, hoe kijk jij naar hem? Ja, het was natuurlijk fantastisch toen ik hoorde dat hij naar Feyenoord kwam. Dacht ik, is wel even, net als eigenlijk als Robin. Ik denk zo, het is een groot speler met mooie goals, grote clubs gespeeld, belangrijke doelpunten gemaakt. Nederlands elftal, Liverpool. Nou, ik ben half Turk, dus Fenerbahçe wedstrijden heb ik ook gezien. En het is gewoon een hele grote speler die hier naar Feyenoord kwam. En dat zag je ook gelijk aan de trainingen. Die werden gelijk veel meer bezocht. In het begin natuurlijk. Iedereen wou Dirk zien. En het is gewoon een voorbeeldfunctie eigenlijk voor elke speler die voetbalt. Gewoon qua leefstijl, buiten het voetbal, op het veld, in de kleedkamer, verzorging, krachttraining, gewoon echt alles. En ik heb veel met hem gesproken ook en ik heb echt heel veel van hem geleerd. En daar ben ik hem ook dankbaar voor. En vandaar dat ik hier ook zeker ben alles aan heb gedaan om hier te zijn. Dus wil hem nogmaals bedanken. Ja, want je hebt het niet altijd makkelijk gehad in Rotterdam en hij is ook een soort steun voor jou geweest. Ja, zeker. Hij heeft me gewoon echt veel geholpen met dingen die ik beter moest doen. En hij heeft gewoon dingen uitgelegd waarvan hij dacht dat ik meer uit kon halen. En soms denk je daar niet aan. En als iemand dan het vertelt, en vooral iemand die zo'n groot voetballer is geweest, dan ga je er toch anders over nadenken. Denk van ja, misschien zit het toch wel echt wel in. En als je vrienden zeggen, denk je van ja, misschien hebben ze toch even verstand van voetbal. Maar als iemand als Dirk Kuyt tegen je zegt, dan ga je toch echt over nadenken. En, dat is het eigenlijk.